Even Feyenoord kan rustig slapen, Johan. Sjaak Troost, die gaat het even interim doen. Had je interim? Zo Leo ben je nakker zeggen. Lachwekkend. Het is, ja, Sjaak Troost, die kennen we allemaal. Sjaak Troost, die, dat is een jongen die altijd op de commerciële afdeling gezeten heeft. Op het niveau een reclamebord voor de warme bakker verkopen. En toen ging hij op eigen benen verder bij Hans Brus, bij een cateringbedrijf. Nou ja, dat is niet goed afgelopen. Die naam ken ik. Toen is, ja, ik ook. Toen is hij teruggekomen bij Feyenoord en plotseling viel hij omhoog. Door gebrek aan gewicht zat hij in de Raad van Commissarissen. Ik heb nooit begrepen waarom. Maar hij is niet lastig natuurlijk. En hij laat nu zien dat hij er allemaal niets van begrijpt. Want hij is dan plotseling technisch directeur, terwijl hij dat nooit gedaan heeft. En hij zegt, ach ja, als wij met z'n drieën aan tafel gaan zitten met de trainer en de technische staf en ik, dan hebben we een geweldig netwerk. Maar ja, dat is een soort zelfoverschatting wat totaal niet realistisch is. En ik begrijp ook niet dat die Jan de Jong dit toestaat. En je weet ook meteen dat in de Raad van Commissaris bij Feyenoord geen enkel voetbalverstand zit. Want dan zegt hij van, ach, die makelaars, die spelers in de aanbieding hebben, die bellen mij ook wel. Ja. Dan denk ik, ja, dan begrijp je er niks van. En dan staat Feyenoord bij het gunstigste een jaar stil, maar ze zullen wel afzakken. Het is echt ongelooflijk dat de technisch directeur, dat is het hart van je hele organisatie als je een voetbalclub bent, dat is de belangrijkste man. Het is best een sympathieke jongen, daar is niks mis mee. Maar hij is gewoon veel te licht voor deze baan. En hij neemt de baan niet eens serieus. Hij gaat bij de telefoon zitten. Dat kan echt niet. Dat kan echt niet wat hij zegt over die baan. Hij zegt min of meer van, je hoeft eigenlijk niks te kunnen om hier te zitten. Nee, dat zegt hij, ja. Dat kan je niet maken. Nee, maar hij gaat dus bij de telefoon zitten en als dan een loesje makelaar belt, hij wat aan wil smeren. Nou, we zullen zien wat er komt. Ja, je bent ter ondersteuning van je trainer. Je bent belangrijker als de trainer. Ja, je bent degene die hem het materiaal moet geven om mee te werken. Maar waarom hebben al die anderen? Waarom heeft iedereen nee gezegd? Maar de kinder, Feyenoord kinder. Waarom hebben de 5 nee gezegd voor die functie? Ik weet niet of het er 5 zijn geweest, maar hij zei ook in datzelfde interview dat het feit dat ze niemand konden vinden, dat het ook aan Feyenoord zelf lag, want hij vond eigenlijk maar niks wat er rondliep. Kwalitatief viel het enorm tegen, dus het kwam er eigenlijk op neer dat hij het zelf beter kan dan de technisch directeur waar hij dan mee heeft gesproken. Dat viel me wel op. Maar met wie hebben ze wel gesproken? Ah ja, met Ferry Daan hebben ze sowieso gesproken. En ze hebben een aantal gebeld nog. Maar ja, Stuart, is dat waar? Huiberts, is dat waar? Dat weet ik niet, Stuart. Ja, kijk, Huiberts heeft al eerder meteen laten weten dat hij liever bij AZ zat, omdat hij daar nog niet klaar is. En je moet natuurlijk ook kijken, wat is nou het perspectief bij Feyenoord? Waar moet je nou aan beginnen? Ja, dan heb je natuurlijk wel gewoon een goede technisch directeur nodig. Als je kijkt hoe dat elftal op de schop moet gaan, of die selectie op de schop moet gaan, met al die contracten die niet aflopen, maar juist doorlopen. Kijk, Jaap Stam die wil doorselecteren. Nou ja, Feyenoord kan pas wat als ze een speler verkopen. Dus dat betekent dat Berghuis de deur uitgaat. Nou ja, daar is PSV voor in de markt. Dus daar kun je vanuit gaan dat die weggaat. En met het geld wat dan vrijkomt, ja, dan kunnen ze pas wat doen. Maar dan moet je wel zelf ook actief de markt op. En ja, niet zo'n constructie als ze nu hebben. Bij Ajax hebben we toch gezien hoe dat gaat. Het belang van een hoofdopleiding, dat is spelers doorstromen naar het eerste elftal. Het belang van een hoofdtrainer is presteren op de korte termijn. Ja, dat gaat natuurlijk gewoon een keer botsen in die constructie. Maar kunnen wij met z'n vijven iemand noemen die voorhanden was? Nou, ik heb gewoon toen de 3 genoemd. Dat is Stan Valks, die de ervaring heeft in uitstekende staat van dienst. Die Henk van Stee en Ted van Leeuwen, die haal je gewoon weg. Kijk, een technisch directeur mag geld kosten. Want een goede technisch directeur, die betaalt zichzelf en die levert geld op. En dat kun je aan zijn staat van dienst zien. Wat heeft die jongen bij de club gepresteerd? Hoe ligt het financieel? Wat heeft hij binnengehaald? Dus daar kun je technisch directeur op toetsen. Maar Feyenoord, ik denk, kijk, Jan de Jong, langzamerhand moeten we concluderen, die weet absoluut niet wat hij daar moet doen. En die is helemaal niet thuis in de voetballerij. Nou, die raad van commissarissen, die wordt geleid door een oude punkzanger. Dat is een leuke man in de publiciteit, maar daar zit het voetbalverstand ook niet. En Troost, dat is altijd een meelopertje geweest. Je moet ook wel zeggen dat op het moment dat de 5 zeggen, ik doe het niet, heb je ook wel een heel slecht verhaal. Ja. Dan heb je echt een slecht verhaal. Ja, maar het slecht verhaal. Als jij liever bij Excelsior blijft dan dat jij naar Feyenoord gaat. Ja, maar René, het slechte verhaal is van, we hebben geen geld. Download nu de Veronica Insight app en dan zien we elkaar daar.